Bravo, voor de massive winnaar van de Nijwa Prijs. Tent om de prijzen aan te reiken. Jasmin Seppela in ons midden namens Nijwa, betrokken bij de huldiging. Meneer Leo Jorsten, Barn Judge uit België, zullen hier de prijzen uitreiken. Hulde voor Gerben Marsing. Alles op alles gezet. Spectaculair als altijd aan het springen. Met name al met de winnaar Gerben Marsing. De winnaar van Gerben, super gefeliciteerd. Ja, waanzinnige barrage net, ja. De Nijwa Prijs. Ja, alles klopt. Voor de grote prijs. Ja. Je ging er volledig voor. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik begon van 1 naar 2. Ik wou op 1 vlot beginnen. Dat lukte eigenlijk super. Ik kon eigenlijk zo door naar 2. En toen, ik heb eigenlijk tot het eind heb ik eigenlijk niks hoeven doen. Ja, dan ben je het snelst, hè, als je niks hoeft te doen. Dus paard, ja, die gewoon fantastisch mee. Echt, dat is echt leuk. Dit soort rondjes, daar doe je het eigenlijk voor. Ja. En maakt dan extra bijzonder dat het en een eigen fokproduct is en het is ook nog in de regio? Zeker, ja. Nee, ik vind de regionale concours natuurlijk altijd fantastisch. En ja, dat een eigen fokproduct is, ja, dat is natuurlijk mooi. Want ik ken hem vanaf het begin, ik ken hem door en door. We hebben hele mooie dingen meegemaakt, we hebben moeilijke dingen meegemaakt. En ja, het is gewoon fantastisch dat hij het dan zo voor je doet. Ja. Het is echt fantastisch als je echt zo, het parcours echt zo samen... ja, zo'n resultaat kun je neerzetten. Want vorig jaar wonnen jullie zilver op het NK. Klopt, ja. Wat is verder de planning dan voor deze zomer? Ja, dit jaar waren we natuurlijk ook dichtbij bij het NK. De laatste dag, het eerste rondje, lukte het net niet. Toen hebben we het goud weggegooid. Eigenlijk ging dit jaar makkelijker als vorig jaar op het NK. Zo realistisch moet je wel zijn. Dus dat betekent dat we eigenlijk nog wel steeds vooruit gaan. Dus ik heb ook als planning volgende week Eindhoven en dan gisteren 5 sterren grote prijs. Dus tot dan zijn we eigenlijk met plannen. We hebben nog wel een aantal andere dingen, 4 sterren en dergelijke, verderop. Ja. Dit zijn voor mij op dit moment de belangrijkste wedstrijden. En start je op zondag ook in de grote prijs? Ja, start op zondag ook in de grote prijs, ja. En wat zijn de verwachtingen? Ja, ik hoop dat hij net zo goed doet als vandaag, dan ben ik zeer tevreden. Ja. Nou, dan wens je heel en vooral dat hij zo, ja. Simpel, dat het zo simpel gaat, want dat is eigenlijk het doel waarvoor ik hier ook ben. Ik wil, kijk, dat hij dit makkelijk kan springen, dat weet ik wel. Maar ja goed, ik heb zelf soms nog wel, als ik een keer iets te veel corrigeer en ik wil dat eigenlijk niet meer doen in het parcours. En dit zijn gewoon ja, fantastisch mooie rubrieken om dat uit te proberen. Ja. Ja, om iets minder te corrigeren en het is gewoon zo mooi om te zien dat hij dan nog beter springt. Dat is echt fantastisch. Ja. Win-win situatie. Ja. Super, gefeliciteerd. Geniet ervan. Dankjewel.